Staat die aan? Ja, aan, dat kan niet staan. Hallo, ik ben Art. En ik ben Fjodor. En wij zijn kwaad. Wij zijn woest. Wij zijn onmeunig woest op onze ouders. Nee, niet op onze ouders. Hè? Op onze burgemeester. O ja, we zijn ontzettend onmeunig woest op onze burgemeester. Omdat onze burgemeester dit jaar een vuurwerkverbod heeft ingesteld. En dan mogen we met oud en nieuw mogen we geen vuurwerk meer afsteken, omdat dat gevaarlijk zou zijn. Maar daar hebben we wat op gevonden. Bamboe! Bamboe wordt natuurlijk voor allerhande doeleinden gebruikt. Zoals daar zijnde... de zwaarden van de Japanse vechtsport Kendo. Ik maak sushi voor je. Nee, hier, Ambo! Vuurjappen! Pijl en boog schieten. Komt-ie! Oh jee, Bamboe bolen! Wereldkampioenschap zo vaak mogelijk om de beurt bamboe zeggen. Bamboe, 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 bamboe. Ah! Panfluit spelen! Maar het allermooiste van bamboe is dat het hol is en dat je er dus vuurwerk mee kunt maken. We vullen de bamboe met de uiterst explosieve combinatie van hondendrollen en kattenpis. Doe dit absoluut niet thuis, want het stinkt onmeunig. En als het vloeibaar genoeg is, heel voorzichtig in een spuitzak doen. Spuitpoep. Dat lucht op. Ah ja, dat lucht op. Nu alleen de lont er nog aan. En klaar is Kees. Maar voordat je het vuurwerk kunt aansteken, altijd eerst de vuurwerkveiligheidsbril op. Als je hem aan hebt gestoken, is het van belang om zoveel mogelijk afstand te nemen, want het is onmeunig gevaarlijk. Jongens, het is bijna 12 uur. Wat zijn jullie aan het doen? We hebben vuurwerk gemaakt. Je mag toch nooit binnen vuurwerk afsteken? Maar dit is helemaal geen vuurwerk. Dit is kleutervuurwerk. Stadje rot, jongens. Thuis vuurwerk maken, onmeunig gevaarlijk. Zet uit, zet uit.